De Surinaamse staatsburgers zullen na 100 dagen wederom naar de stembus gaan. Het startsein voor de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijst is vandaag gegeven in de busterminal te Ondrebong. Stephen Sang, minister van Binnenlandse Zaken ad interim, zegt dat de overheid sinds vorig jaar bezig is de infrastructuur te optimaliseren, zodat iedere kiesgerechtigde kan deelnemen aan de verkiezingen. Bij de voorlopige terinzagelegging in september 2019 hebben volgens Sang maar 57.000 kiesgerechtigden hun gegevens gecontroleerd. De minister vindt dat iedereen er zeker van moet zijn dat zij voorkomen op de kiezerslijsten en als zodanig kunnen stemmen. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Jennifer Geerling-Simons, zegt daarnaast dat er in feite twee verkiezingen zijn op 25 mei. Met de wettelijke terinzagelegging wordt u en alle kiesgerechtigden van Suriname de laatste kans geboden om na te gaan of u voorkomt op de kiezerslijst en dat u correct erop voorkomt. Laat deze gelegenheid u niet voorbij gaan. Immers, verkiezingen worden gehouden voor u. Verkiezingen zijn de basis van onze democratie. Het is vanwege uw stem dat de Nationale Assemblée, de districtsraden, de resortraden en de regeringen in Suriname worden gevormd. Dit stemrecht is gegrift in onze grondwet. Maakt u daarom gebruik van uw recht en zorgt u ervoor dat u gebruik kunt maken van uw recht. Dus controleer uw persoonsgegevens. U kiest alleen een resortraad en een nationale assemblee. Alle andere dingen die daarna volgen, districtsraad, president, vicepresident, ministers, die zijn allemaal het gevolg van het feit dat u als volk van Suriname twee volksvertegenwoordigende lichamen kiest. Eén is de Nationale Assemblée en die ander is de Resortraad. En dan gaan die verder voor u helpen zorgen dat er een regering ontstaat. Minister Vijay Chhatkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie deed evenals districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost een beroep op de gemeenschap hun persoonsgegevens te controleren tijdens de wettelijke terinzagelegging. Nerkus riep de gemeenschap ook op om ondanks de verschillende politieke oriëntaties gezonde discussies met elkaar te voeren. Met de start van de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten wordt elders voldaan aan de grondwettelijke verplichting om de nodige voorbereidingen te treffen ten einde te geraken tot het houden van de verkiezingen. U als burger, wij als Surinamers, wij hebben onze burgerplicht om vanuit die verantwoordelijkheid uw stem te laten gelden bij de samenstelling van de politiek-bestuurlijke organisatie van ons geliefd Suriname. In zijn eigen denken. Ja? Iedereen in zijn eigen manier. En elk mens heeft zo zijn eigen partij waar hij of zij aan hangt. Dus zo kunnen discussies heel hoog oplopen ook. Broers, onderling, broers en zusters, vader, moeder, man, vrouw. Maar vergeet u één ding niet. At the end of the day zijn we allemaal Surinamers. En we komen er niet onderuit om het samen verder te doen. DC Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost en daarvoor OVTNC minister Vijay Chhatkan. Zij spraken vanmiddag bij het startsein van de wettelijke terinzagelegging van de kiezerslijsten in de busterminal te Ondrebong. De wettelijke terinzagelegging duurt tot en met 14 maart 2020. President Desiree Boutersen en echtgenote Ingrid Boutersen-Waldring hebben als respectievelijk de eerste burger en first lady vandaag hun persoonsgegevens gecontroleerd. Beiden zijn dus nu ready om aan de verkiezingen deel te nemen, meldt de website De Boodschap. Het staatshoofd heeft bij die gelegenheid alle stemgerechtigden opgeroepen hun burgerplicht te vervullen en dus naar de stembus te gaan op 25 mei. De verificatie kan gebeuren bij alle bureaus voor burgerszaken en andere locaties die door het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt zal worden.